Goedemorgen mensen, welkom bij een nieuwe vlog van Vervoer in Europa. Wij staan nu bij Emmerich in de buurt, bij het station. En het is nu ongeveer 7:30. En we gaan vandaag een dikke tour maken door Duitsland. Want we gaan met een 49 euro ticket. Je kan helemaal lang reizen voor dat bedrag door heel Duitsland. Met alleen regionale treinen. Dan trouwens met de S-baan, tram en dat ze in de bussen. Dus dat wordt een mooie rij, mooie maand. Dus en we staan nu op bij een spotplek bij de spoorwegovergang. Kijk eens wie er ook is. Oh jee. Hij is er ook weer hoor. En dan komt een auto aan. Maar goed, like de video, abonneer en veel kijkplezier. Zo, we lopen nu weer naar het station. We hebben wel één TX-locomotief gezien. Helaas wel de railproof variant, maar saaie lok. Jammer. Maar ja, tenminste wel één goederentrein. En daar komt Vias. Maar, en de Nightjet kan nog even voorbij scheuren, dus dat was ook wel grappig. En we lopen nu weer naar het station voor de trein richting Wesel. Hoe is? Onze Vias is een keer op tijd, jongens. Holy shit. Maar met deze trein gaan we richting Wesel. Dus let's go. Zo, op tijd vertrokken uit station Emmerich. En met deze trein gaan we naar Wesel dus. En daar hebben we ongeveer 27 minuten over staan. Wat vind je daarvan? Goed. We kunnen nog even treinen spotten, dus het komt helemaal goed. Vlogsessie in de Vias vleert. Oké. Maar we gaan timelapse maken. Ja. Zo, we zijn inmiddels aangekomen op het station Wesel en we werden random gekoppeld. Oké. Dus tegenlicht. Dus we pakken nu de trein richting Brühl, of hoe je het uitspreekt. Dat staat in ieder geval hier. Dus we gaan nu met de trein naar Brühl. Eerst 27 minuten wachten uiteraard. We zitten nog wel ongeveer 1 uur en 20 minuten in deze trein. En dan wisten jullie de review van de Rijnhoorn Express. Spiegel. Oh, en ja, dat is een mooi spiegel. En deze prachtig. Oh, lekker klein. Lekker simpel. Voor. Oké. Goed verhaal. Ik zie even papier doet het mooi. Dus ja, prima wc. Niet roken natuurlijk, maar prima wc. Zo, we zijn inmiddels aangekomen op station Brühl, uiteindelijk. Maar het was 1 uur en 38 minuten, dus een prima rit met de Rijnhoorn Express. En bij Keulen werd het een beetje druk. Maar we hebben nu ongeveer een paar minuten overstap richting
zegt hem voor een goede trein, toch Bob? Jazeker. We moeten 3 minuten met de trein. Ja, serieus. Serieus, 3 minuten en dan ben je er. Dan kan je beter lopen. Maar goed, we gaan overstappen op de trein. Zo, onze trein komt daar in de verte aan. En daar gaan we letterlijk 3 minuten verderop. En het is een hamster. Hamsteren. Dus ja, we gaan instappen. Kijk. Daar is die hoor. Prachtig. We gaan instappen en dan maar. Eerste klas, we hebben geen eerste klas. Deur open. 48 naar Dornmilem. Shut up. We zijn er alweer. En nu gaan we even naar de RW hier vlakbij en daarna gaan we naar de spotplek toe lopen. Zo, we zijn in de RW aangekomen zoals je ziet hier zo. En hier gaan we even drinken inslaan. Voor de eten ingeslagen. Kijk maar. Een hele tas vol. En nu gaan we 4 minuten lopen naar een spotplek. Aangekomen bij de spotplek hier zo. Daarachter is het station. En nu is het wachten geblazen op mooie goederentreinen. Een paar mooie cargo's gezien en dan meteen met de IC-rijtuigen. Helemaal mooi. Die gaan binnenkort uit dienst, dus dat is mooi meegenomen. En onze trein was uitgevallen, dus we zitten hier al een uur te wachten. Maar hopelijk komt onze trein zo. En die nemen we dan naar Wezel. Prima cargo gezien vandaag. En mijn initiatief die staat naar. Dus ja. We pakken de trein richting Wezel. Zo, we zijn inmiddels aangekomen op station Bril met deze trein. En het is een beetje druk in deze trein. Was een beetje druk in deze trein. Maar hier hebben we overstap op de trein richting Wezel. En daar gaat het toevallig. Maar dan zie je we overstappen. Zo, we zijn inmiddels op station Wezel aangekomen. En ja, we zitten nu hier. We moeten eens even drinken. Maar onze trein is dus van 7:16 naar 17:58 gegaan. Dat is kut, maar ja. Misschien komt er nog even een leuke cargo voorbij. Zou wel mooi zijn. En ze roepen hierom dat er een doorrijdende trein komt. Dus dat is altijd handig.
Nederland, wanneer ga je dat aanschaffen? Maar goed, hier moeten we dus even iets meer dan een half uur wachten. Nou, als onze trein toch bijna een uur te laat is, dan gaan we even goederentreinen spotten hier. Want er is toch, we hebben toch niks beters te doen hier zo. En onze trein die rijdt tot Emmerich. Stel scherp. Kijk maar. Hij rijdt tot Emmerich. Maar we gaan het vertrek afwachten van deze mooie locomotief. Aankomend station. Emmerich met een vertraging van een uur ongeveer. Toch Bob? Meer dan een uur. Oké. En we zitten nu in de auto naar huis. En de overweg is dicht. En mensen. Dus we gaan kijken wat voor goederentrein dat is. Of Vias. Of een stoptrein. Of een, ik hoop een goederentrein, maar we zien het wel.